heb daarvoor gekozen toen ik een jaar of 18 was. Ik werkte als ijzervlechter, ook in een magazijn. En ik dacht in mijn eigen, hé, want ook mijn werkcarrière moest dan nog beginnen. En ik dacht in mijn eigen, zeg, is dat nu de job als ik wil, ook op tussen vier muren. En af en toe kwam er eens een vrachtwagen leveren, op een lachen en terug buiten. En ik dacht in mijn eigen, zeg, dat wil ik ook doen. En vanaf mijn 19 jaar ben ik dan in het transport begonnen. En ik ben nu al dus 22 jaar ben ik al een transporteur. Dus al 22 jaar zit ik al op de baan. Dat is eigenlijk mijn droom van kind af aan, als ik met de vrachtwagen wou rijden. Ik ben nu 15 jaar op de mijn bestelwagen aan het rijden. Ik heb overal al geweest, binnen en buitenland. Dan ben ik hier terechtgekomen 5 jaar geleden. En heb ik mijn Dirk gevraagd om mijn rijbewijs C te betalen 5 jaar geleden. En ik heb nu een akkoord gekregen dat ik dat mag doen. De vrijheid vind ik eigenlijk. In het magazijn stond altijd maar binnen en zo. En nu heb je ook meer contact met de klanten. De vrijheid op de baan eigenlijk. Dus en had je werk gedaan, s'morgens vroeg beginnen wel. Maar ja, als je werk gedaan is, is het in orde en iedereen is content. Dus dat is wel goed. Hè. Ook de vrijheid. Dus je kunt, is het ook niemand die in je nek te houden bij ons. Dus het is echt wel een goeie job. Je zit echt, je ziet de eerste sneeuw, de eerste zonnestralen. Dus ja, dat is plezant natuurlijk. Dat jij. Nog eens eigenlijk vrij op de baan. S'morgens ga ik hier laden en dan vertrek ik op mijn tour, dus ik ben de hele dag eigenlijk vrij. Gewoon alles op tijd leveren, maar ik heb 15 jaar, ja, nu 15 jaar geleden ben ik op chauffeur begonnen en dat sprak mij direct aan. Ik zit liever buiten als binnen. En vooral als het zonnetje schijnt, dan is het altijd wel aangenaam voor te rijden. Hè? Ik ben nu elke dag op vakantie. Ah, wel, dat we eraan komen, dat is allemaal opzij gaan. Maar ja, maar dat kan natuurlijk niet. Op de autostraden zie je dat veel, hè, dat je aan het rijden bent. En dan, soms gebeurt dat als er iemand op het laatste moment een afrit moet nemen. Die komen dan vlak voor uw vrachtwagen en die beginnen te remmen. En ja, dat is zo'n gevaar. Dat is niet plezant natuurlijk. Hè. Dus een beetje meer respect zou wel mogen van de andere automobilisten tegenover de vrachtwagenchauffeur. Want dat is wel heel weinig de dag van vandaag. Die mensen hebben geen tijd voor niets. Ja, dat is de Scania, een V8. Alleen voor de lichtjes en het lawaai en de vrachtwagen. Ik heb er ooit wel eens in gezeten, maar ik heb er nog niet mee gereden. Zo'n groot Amerikaanse. Ik heb ooit eens in Amerika geweest en heb ik er eens in gezeten, maar ik heb er nog niet mee gereden. Maar dat is wel eens een droom voor met zo'n vrachtwagen te rijden. En ook eens met uitzonderlijk vervoer, zo, met die grote kranen of zo, om daar eens mee te rijden. Dat is misschien nog wel eens een droom voor zo'n. Nog eens te rijden eigenlijk. Dan zijn eigenlijk de king of the road, als ze zeggen. Hè.